Sven, gefeliciteerd met je transfer. Je vertrekt na dit seizoen, vertrek je bij de club. Kun je uitleggen hoe dat tot stand is gekomen, dat vertrek? Ja, op een gegeven moment breekt de periode weer aan. Dat de contracten of worden opgezegd of niet verlengd worden. Met de club gezeten. Eigenlijk met een eerste gesprek werd mij al vrij duidelijk. Ja, dat eigenlijk de gedachten niet op één lijn zaten. En dan vooral in het meerjarige vooruitdenken. Ik wil graag een contract voor langere duur en VVV met 1 jaar verlengen. Ja, dus dat werd mij al vrij duidelijk dat het dat niet ging worden. Ja, dan ga je dan gelijk verder kijken of hoe gaat het dan bij jou? Nee, ja, dan laat je dat eerst dat gesprek rustig bezinken en ga je erover nadenken. En dan heb je natuurlijk een zaakwaarnemer die dan in actie komt. En zijn we toen verder gaan kijken, vooral mijn zaakwaarnemer dan. En toen kwamen er een aantal clubs naar voren, waaronder KMSK deze. Was het moeilijk om dan na het gesprek de knop om te zetten en verder te gaan kijken? Nee, eigenlijk niet. Omdat ik hou me gewoon bezig met het voetbal. En de mensen die mijn zaak wil nemen, of die houdt zich daarmee bezig. En dus gewoon doorgaan. Waarom heb je voor Deinze gekozen als nieuwe club? Nou, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie ook niet van die club had gehoord. Wel de naam, omdat ik er speelde een jongen, Jellet van Landschoot, die ik nog ken vanuit mijn periode bij NEC Nijmegen. Die voetbalt daar nu, dus dan volg je dat toch een beetje. Ik ben met hun een gesprek aangegaan. En ze gaven me zo'n gevoel van erg vertrouwen. En ook, ze hadden gewoon echt zoveel wedstrijden van mij gezien, dat ze echt gewoon elke situaties precies konden vertellen hoe of wat. En dat gaf me wel een enorm goed gevoel. Nog een aantal gesprekken gehad en uiteindelijk werden daar wel die wensen die ik eigenlijk had. Meerjarig contract, werd dat toch, heb ik toch daarvoor gekozen. Ze willen echt volgend jaar die stap richting de top van het tweede niveau daar aanhaken. En misschien wel zelfs die stap naar het hoogste niveau te maken. Dus daar ligt een enorme uitdaging en daar zagen ze in mij ook een belangrijke rol. Dus dat gaf mij wel een mooie nieuwe uitdaging om daar aan de slag te gaan. En, dus voor mij ook de eerste keer dat ik in België ga voetballen. Dus ook dat vond ik interessant. Dus daarom nogmaals die keuze ook. Vind je het wel jammer dat je niet bij VVV blijft? Nee, ja, zeker. Kijk, met name ook dit jaar aanvoerder geworden. Toch een belangrijke kracht van het team, van het elftal geworden. Ja, dan is het wel jammer. In eerste instantie vond ik het ook jammer dat zij maar voor 1 jaar door willen. Alleen kan ik het vanuit de club ook wel weer begrijpen waar zij nu staan. Dat zij ook moeten gaan kijken. En dat eigenlijk. Want hoe heb je het beleefd tot nu toe, je avontuur bij VVV? Nee, natuurlijk. Vorig jaar was een moeilijk jaar. Qua team, maar ook persoonlijk. Toch weer een langdurige blessure gehad in het begin van het seizoen. Het is toch moeilijk om dan weer je ritme te vinden eigenlijk. Dit seizoen heel goed begonnen eigenlijk. Meteen het vertrouwen gekregen van de trainer. Mede ook door mijn aanvoerderschap. Echt denk ik wel ook de Sven Brake kunnen laten zien die kan zijn. Met goals, met assists en gewoon belangrijk zijn voor het team. Dan eigenlijk weer een klote moment in een oefenwedstrijd waar eigenlijk niks aan de hand was, waar je een enkel blessure oploopt. En ik heb wel gemerkt dat ik daar, ik had gehoopt en ook gedacht dat ik daar wat sneller van hersteld zou zijn. En sneller weer mijn oude ritme zou krijgen. En daar heb ik wel gemerkt dat ik daar wat meer moeite mee heb dan ik had gehoopt en gedacht. Want vind je dat je dan nu minder in de vorm bent dan voor je blessure? Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik, dat is toch een gevoel en ook wat ik heb. En ik hoop ook, we hebben nu nog 3 wedstrijden voor het einde van de competitie. Ja, dat ik wel die vorm weer ga terugvinden en dat ik gewoon weer belangrijk kan zijn voor het team. Want dat is wel wat ik wil. En ook, kijk,
ik ben natuurlijk aanvoerder. Ik voel ook die verantwoordelijkheid. En ja, kijk, het bericht is naar buiten gekomen. Tuurlijk krijg je dan altijd reacties van ja, het interesseert hem niet meer. Hij is met zijn hoofd al bij de nieuwe club. Nou goed, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik zo totaal niet in elkaar steek. En dat ik gewoon tot op de laatste dag dat ik hier nodig ben, gewoon ja, mijn beste beentje voorzet. En ja, met zo'n reacties kan ik ook niet veel, want ja, ik weet dat het zelf zo niet is. Ja, en er is ook genoeg om voor te vechten nog in de laatste wedstrijden. Nee, precies. Kijk, ik denk dat van tevoren had niemand gedacht dat wij überhaupt daar zouden staan, denk ik. Misschien waren wij wel degene die nog in de achtervolging waren op die plek. Nou ja, wij staan er nu. Ja, we hebben onszelf wel nog moeilijk en ja, moeilijk spannend gemaakt, laat ik het zo zeggen. We hadden al veilig kunnen zijn voor die play-offs. Maar goed, we moeten gewoon vrijdag winnen en dan die wedstrijden erop ook goed afsluiten. Dat we fris ja, met vertrouwen in die play-offs terechtkomen.